Hallo allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Het is alweer een tijdje geleden dat ik een video heb geplaatst en we beginnen meteen met een leuke Action Shop log. En deze dingen ga ik dus laten zien in deze video. Het is niet alleen van de Action. Deze rechterstapel heb ik wel bij de Action gehaald en dit heb ik gekocht bij de boekenvoordeel. Ik zal eerst even de dingen laten zien van de Action. Mocht je daar dus alleen geïnteresseerd in zijn, dan kun je gewoon deze video lekker gaan bekijken. En wil jij aan het einde van deze video nog zien wat ik heb gekocht bij de boekenvoordeel, dan kun je de video helemaal gaan uitkijken. Maar ik ga dus even eerst beginnen met de spulletjes die ik heb gekocht bij de Action. Er liggen dus best al veel kerstknutselspulletjes in de winkel. Ik zag eigenlijk best wel veel dingetjes die ik vorig jaar al heb gekocht. En volgens mij is het ook een beetje een herhaling. Vooral de washi tapes vind ik een beetje hetzelfde lijken als die van vorig jaar. Dus dat heb ik allemaal niet gehaald. Ik heb dus alleen deze gehaald. En dit zijn van die kleine vormpjes die je dan in van die schutkaartjes kunt doen bijvoorbeeld. Ik weet niet of het makkelijk te zien zijn, maar volgens mij zitten er allemaal sterretjes in, sneeuwvlokjes en kerstboompjes. En het lijkt me ook wel gewoon weer leuk om kerstkaarten te gaan maken dit jaar. En dan vind ik het altijd heel erg leuk om schutkaartjes te maken. En daar is dit dus echt ideaal voor. En voor dit potje met 30 gram betaal je 72 cent. Dan heb ik ook dit gekocht en ik weet nog niet echt wat ik hiermee wil gaan doen. Ik zag het liggen en ik vond het best wel er leuk uitzien. Het zijn dus van die nepzonnebloemetjes. Dus mocht je leuke ideeën hebben waar ik dit voor kan gebruiken, laat het me vooral zeker weten in de comments. En de herfstbloemetjes in een zakje kosten 83 cent. En volgens mij hadden ze ook nog andere varianten, maar ik heb voor deze gekozen. Dan heb ik nog een papercraft set en zo ziet die eruit. En daar zitten dus allemaal verschillende soorten dingen in. Er zitten hier A4 papiertjes met een patroon op aan beide zijden. Er zit A5 papiertjes in, 5 stuks aan beide kanten, een leuk patroontje. Dan heb je 4 keer een die-cut, hoe noem je dat, van die A4 vellen met allemaal die-cuts erin. Dan heb je 2 keer een sticker sheet en dan nog een zakje met houten labels met een touwtje erin. Ik vind deze sets altijd super fijn en ook super leuk, want hier kun je eigenlijk al met één zo'n set een sneeuwmeel maken. Misschien is dat ook nog wel een leuk idee voor een video. En zo'n setje die kost €1,69. En dan heb ik ook nog deze stickervellen gekocht. Er waren nog meer varianten, maar ik vond deze het leukst. En voor zo'n stickervel betaal je 89 cent. En zo ziet het eruit. Je hebt dus 2 stickervellen in zo'n pakketje zitten. En ik vind deze altijd heel erg fijn om te gebruiken. Ik heb dus deze best wel vaak al gekocht, maar ik gebruik ze ook dus heel erg vaak. En dan heb ik nog deze. En er waren dus allemaal verschillende varianten en ik heb daar 3 van gekozen. Dus mocht dit niet echt jouw smaak zijn, zijn er nog veel meer andere. En eens in de zoveel tijd hebben ze ook steeds weer dat ze andere toevoegen. En dan halen ze er andere weer uit. Dus mocht je ook echt eentje hebben van, oh die vind ik super leuk. En je wil die vaker gebruiken, dan is het misschien handig en een tip om wat meer daarvan te halen. Want ze komen eens in de zoveel tijd volgens mij wel een keer weer terug. Maar ze halen het wel steeds weer uit het assortiment en dan doen ze de nieuwe in. Dus dat waren deze stickervellen. Deze kosten dus 89 cent en je krijgt dus 2 stickervellen hiervan. Dan het laatste product van de Action, dat is deze papierblok. Ze hebben allemaal verschillende soorten en maten. En ik vind deze altijd wel heel erg fijn om te gebruiken, want dit is wat stevig papier. Dus dat is heel erg handig om te gebruiken voor je sneeuwmeel als basis van de sneeuwmeel. Maar ze hebben hiervan altijd echt iets van 4 of 5 verschillende patronen. En ik vind sowieso het papier van de Action altijd super fijn. Nou, ik heb dus deze variant. En op de voorkant kun je al redelijk zien wat erin zit. Er zitten hier 24 papiertjes in. En ze zijn dubbelzijdig. En er zijn dus ook 24 designs. Dus ze komen er 2 keer in voor. En ik zal ze even een beetje doorbladeren. Als het makkelijk te zien is zo. En dit soort dingen zou je dan nog uit moeten knippen. Maar deze papiertjes kun je wel gewoon in zijn geheel al gaan gebruiken. En deze vond ik echt heel erg leuk. Gewoon van die plaatjes, die kun je dan weer mooi gebruiken in je journal. Of in ieder geval, die zou ik dan weer gaan gebruiken in mijn journal. En het heeft dus een beetje een vintage-achtige look. Wat ik dan wel heel erg mooi vind. En deze vind ik ook echt super leuk om dit dan straks uit te knippen. En dan ook te gebruiken in mijn journal. Maar de achterkant heb je ook allemaal veel plaatjes. Dus je moet hier best wel veel gaan uitknippen.
Maar dat vind ik niet zo erg. En dit is nu de herhaling. Dus ze zitten twee keer in. En dan dubbelzijdig. Dus dat is dit papierblok. En dit papierblok kostte ook €1,69. En dat waren dus alle aankopen bij de Action. En dan ga ik dus verder naar de aankopen die ik heb gedaan bij de boekenvoordeel. En hier hoef ik niet echt de prijzen te gaan opzoeken. Omdat zij hier altijd de prijzen al erop hebben zitten met een stickertje. Ik heb dus best wel veel van die grote stempels. Zoals deze. Deze ligt mooi voor de hand. Dus ik kan even een voorbeeldje pakken. Ik heb eigenlijk alleen maar zo'n kleine acrylblokje. En dat was dus best wel onhandig om dit soort stempels dan te gaan gebruiken, want dit zijn van die clear stamps waar je dus zo'n acrylblok voor nodig hebt, mocht je het niet kennen. En ik heb dus daar nog twee verschillende soorten acrylblokken voor gekocht. Ik heb dus deze lange en deze was €6,99 zoals je kan zien. En hier passen die dingen dus heel erg mooi op. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. En ik heb ook een soort gelijke, maar dan in een vierkante. Als deze dan niet breed genoeg is, dan kan ik deze pakken. En deze kost €8,99. Ik vind deze dingen altijd niet heel erg goedkoop. Ja, je kunt hier wel echt super lang mee doen. Want volgens mij gaat dit ook gewoon niet kapot. En dan heb ik nog meer papierblokken gekocht bij de boekenvoordeel. En hier waren ze 3 voor €5. Dus ik heb alle bakken afgezocht om wat leuke papierblokken te vinden. En volgens mij verkopen ze dit soort papierblokjes ook bij de Action. Of van dit merk ook. Dit is Craft Sensations. En dit is wel echt een kerstthema. Dus deze ga ik vooral gebruiken tijdens de kerst of voor het maken van kerstkaartjes. En ik zal even een beetje doorbladeren. Elk patroontje zit er 3 keer in. Dus je kan ze ook vaker gebruiken. Dat was dus dit eerste klapblokje. Dan heb ik dus nog een tweede. En hier zitten 30 pagina's in. De afmeting is dus 15 bij 15. Net zoals de vorige. En er zitten 10 designs in. Dus je krijgt ze elke 3 keer. Deze vind ik wat meer lenteachtig. Dus deze zou ik nu nog niet heel erg veel gaan gebruiken. Dit vond ik dan wel echt super leuk. Dus deze zou ik nu nog niet echt gaan gebruiken, maar die komt vast in de lente wel weer van pas. En dan heb ik nog deze en dit is wat meer harder papier. Dit waren echt gewoon dunne papiertjes. Dus dat is meer voor achtergrondjes. En dit zou echt ook weer een basis kunnen zijn van een kaartje. De afmetingen van de papiertjes zijn 14,8 bij 21 centimeter. Er zitten 32 vellen in en 8 verschillende designs. Dus je krijgt elk papiertje 4 keer. Dat vind ik best wel veel. Ze zijn ook maar aan één kant bedrukt. Dat vind ik voor kaartjes wel heel erg handig. Want dan kun je de binnenkant gewoon nog versieren zoals jij wilt. En dan heb je gewoon een mooie blanco ondergrond. En ik zou de patroontjes wat laten zien. En dit is dus echt een reisthema. Dus je zou vooral de reisdingetjes tegenkomen. En dat waren dus alle designs. En dan heb ik nog het laatste item. Deze was wat duurder. Deze is €7,99. En dit merk kwam mij wel bekend voor. Dit is Studio Light. En volgens mij heb ik van dit merk toen wat dingetjes gehaald op Crea Weekend in Hardenberg. En dat was in de voorjaarseditie. En dit is dus een papierblok met echt allemaal verschillende designs. Er zitten 36 blaadjes in. Een 18 verschillende patronen. Dus je krijgt van elke patroon 2 keer. De achterkant is gewoon blanco. Wat ik dus weer heel handig vind. Als je dus dit soort papiertjes moet uitknippen, dan heb je gewoon een witte achterkant. En niet dat er een ander patroontje verloren gaat. En dit is in het thema Christmas Vintage. En het viel mij gewoon heel erg op, die mooie blauwe kleuren. Ik zal hem even een beetje doorbladeren. Je hebt dus van elke design 2 papiertjes. En je hebt dus een aantal gewoon blanco kleuren. Dan heb je nog dingen wat je uit moet knippen. Plaatjes vooral. Dus dan wordt het eigenlijk een soort van die cuts. Maar dan dat je het zelf eerst nog moet uitknippen. En dan heb je echt nog afbeeldingen. Zo.
Dit zijn gewoon hele mooie afbeeldingjes om te gebruiken als voorkantje van een kaart of iets. Dus ik krijg echt al helemaal weer zin om kerstkaartjes te maken. En daar zullen vast ook nog wel meerdere video's over komen. Ik zag al dat de kerstvideo's van vorig jaar alweer wat bekeken werden. Dus het is ook weer leuk om wat nieuwe kerstvideo's te gaan maken. En dat was dus deze shoplog met allemaal dingen wat ik heb gekocht bij de Action. En wat ik heb gekocht bij de Boekenvoordeel. Mocht je dit nou een leuke video vinden, doe dan zeker even een duimpje omhoog. Mocht je meer van dit soort video's willen zien, ik ben van plan om de komende tijd gewoon weer lekker video's te gaan maken. Dus mocht je die niet willen missen, vergeet dan zeker niet om te abonneren op mijn kanaal. En dan hoop ik jullie graag in de volgende video weer te zien. Doeg!